Goedemiddag. U komt eens een kijkje nemen bij ons. Nou, je wilde ons Maxima modelletjes passen. En als je dan elke zondag zoveel uren in de kerk zit, kun je maar beter zorgen dat je een mooie hoed draagt. Wat vind jij hiervan? Nou, je mag zondag naast me komen zitten hoor. Ja? Nee, hè? Nee, dat maakt het ook weer recht naar boven, ja. Terwijl maar weinig jonge vrouwen nog rondlopen met dit soort klassieke hoeden, geloven de reformatorische meiden nog heilig in het dragen van een hoed. Ja, het wordt hem wel. Ja, ik vind hem wel heel leuk en je ziet het nu ook wel heel veel. Kate Middleton schijnt hem op gehad te hebben. Ja, daarom vind ik hem wel heel leuk. Het is wel een leuk voorbeeld, vind ik. Dit is hem geworden, de zwarte? Ja, donkerblauw. De donkerblauw, oké. Ik dacht dat hij zwart was. Waarom deze hoed? Ja, deze vond ik mooi. Ik zocht een donkerblauwe hoed en deze was de mooiste, stond het mooist. De hoofddeksels zijn razend populair bij zowel de jongere als de oudere Revo-dames. In bevindelijk protestantse kerken zijn hoeden nog altijd een must in de kerk. Dat is toch wel heel belangrijk. Dat is ook volgens de Bijbel. Gewoon een mooie, degelijke hoed. Marleen en haar man spinnen er garen bij. Hun handgemaakte hoeden gaan als zoete broodjes over de toonbank. Terug naar vroeger is hier het credo. De buitenver voor Revo-gezinnen trekt duizenden naar het Veluwse kippendorp. In Barneveld lijkt de tijd vanmiddag even stil te staan. Rondom kasteel De Schaffelaar staan de oud-Hollandse taferelen en gebruiken nog hoog in het vaandel. En daar hoort het dragen van een stichtelijk hoofddeksel in de kerk natuurlijk ook bij. Maar dat mag best wel een beetje modieus. En dan komen de mensen ook naar onze winkel toe. Kun je het hoedje namaken van koningin Maxima? En dat doen we dan ook. Dit is een Kate Middleton modelletje. Nou, dat gaat bij ons ook ontzettend goed. Het is ook best wel een goede business, zou je kunnen zeggen, in de reformatorische wereld. Ja, moet ik eerlijk in wezen. En we mogen niet klagen. Deze hoed gaat direct de tas in om zondag te schijnen in de kerk.